Die dan daar. Zo. Over 20 minuten pas. Ik ga het denk ik proberen. Ik heb een idee. Ja, zet het in de krant. Ik ga hem denk ik gewoon proberen. Even kijken. Hij zegt, hij is op zoek naar Hertogenbosch. Hertogenbosch betekent dat hij hem stuurt over spoor 2. En ik wil hem graag op Hertogenbosch spoor 4 hebben. Deze. Dus hierop. En deze heeft alleen nog geen departure sensor. Dus dat moet hij ook hebben. Zo. Als jij naar Nijmegen wil, moet dat via dit spoor. Ben benieuwd. Oh ja. Dat doe ik niet goed. Nee, dat wil ik niet zo hebben. Nee, dat wil ik niet. Weg. Als jij ergens anders heen wil dan naar Nijmegen. Dus dat zal waarschijnlijk... Nee, ik doe het wel met een specifiek dingetje. Dat doe ik wel. Wil jij naar Arnhem, moet je via dit spoor gaan. Hoop ik alleen dat spoor 3 dan straks niet bezet is. 100 punten van wel natuurlijk. Want die pech kom ik wel vaker precies mee uit. Maar we gaan het zien. Maar überhaupt, ik kan die IC nu nog niet eens laten vertrekken. Ik heb het wel helemaal mooi gedaan, maar er komt hij net wat aan op Jellen. Dus die gaat eerst naar Eindhoven heen. Die vertrekt nu. Kan ik hem vanuit hier nog op spoor 2 zetten? Eventueel kan ook nog. Ik zou hem nog via deze weg naar spoor 2 kunnen laten gaan. Dan in het ergste geval. Nou, daar gaat hij. Here goes nothing. Denk ik. Dit kan ook gewoon alleen maar gigantisch fout gaan, toch? En ik wil... ik zei dat ik helemaal platform 4 wil hebben, hè? Zo. Ja, dat doe je nu goed inderdaad. Zo. Ja. Ja. Yes! Ha, got it! In één keer. Oké, nou mooi. Dat is mooi. Ik vind het hem wel waard om zo te doen, eerlijk gezegd. Ik vind het wel prima. Ja! Gewoon in één keer erdoorheen. Hartseflats. Zo doen we dat. Mooi. En we klaar. Oké. Dit is een eenmalige. Dit is ook nog eens een leuke uitdaging trouwens. Heerlen, Hertogenbosch, Heerlen. Want dan ga je zo, denk ik. Via hier en dan weer terug. Venlo het... Oh, ja. Die moesten we inderdaad nog even vervangen. Dat klopt. Als het 13:13 is. Ik moet dat contract nog opzeggen. Even kijken. 13:13 is dat dan? Dat is deze, denk ik. Nee. Deze is dat. Contract. Doei. Geen contract meer voor jou, vriend.
Dus nu even wachten totdat het weer 13 is. Dan kunnen we met die nieuwe IC kunnen wij gaan pakken. Haha. Nou, het duurt eventjes. Maar dan heb je in ieder geval wel... Het is nou eigenlijk de bedoeling dat ik het... allemaal zo vol mogelijk ga proppen, weet je wel. Om dit allemaal vol te krijgen. Want er zijn momenten dat het gewoon heel rustig is. Nou niet. Nou staan hier gewoon 3 treinen. Nou is het hier wel heel eventjes druk. Maar maakt dan weer niet uit. Ja, die gaat naar Roosendaal. Die gaat mooi de andere kant op. Ik heb die IC gecanceld. Oké, hij kwam dus aan om 13. Dus als het 13 is, dan moet ik hem accepteren. Oké. Nee. Er gaat hier niks crashen. Absoluut niet. Want deze IC verplaatst gewoon een oude IC. Dus dat maakt niet uit. Ik kan hem zelfs ook nog ietsje eerder laten gaan als ik wil, maar... Dat lijkt het schema niet al te veel in de... tunnels, dat is ook nog een goede, maar daar moet ik eventjes nog voor sparen. Waarom hoor ik weer dat Tuduk? Ik hoor altijd ergens een keertje Tuduk. Ik weet alleen niet waar... Dat betekent dat het een trein afremt, maar ik zou niet weten waarvoor een trein nu afremt. Het zal. Ik geef anders gewoon een nieuwe dienstregeling, misschien om 12. Wat stopt hier nog zo lang? Oh ja, dat is dat... dat andere kring, dat de boel een beetje in de bar zou zitten inderdaad. Nou ja, dat is helemaal zo. Even nog doorspoelen. Ongelijk vloers, wat bedoel je, OSRM? Zo, even kijken. Waar is die fanloading? Deze. Zo. Hij zoekt naar Hertogenbosch, dus dat betekent dat hij via boven wordt gestuurd inderdaad. Pwah! Wat vertrekken die... Oh, wacht even. Waar gaat die op zoek naar? Eindhoven. Spoor 3. Ja, prima. Toch? Pauze. Eindhoven, spoor 3. Hoe zit dat mee? Ja, daar komt die dan straks aan. Dat klopt. Oh ja, hij zoekt natuurlijk naar Venlo. Hè? Dat kan hij niet direct vinden. Zo. Dit ding weet niet waar Venlo is. Die gaan we toevoegen. Mocht je zoeken naar Venlo, ga dan via Eindhoven spoor 3. Oh, wat krap dit. Ja, ik was wel bang dat het een beetje... Oh, wat krap. Ja, kan wel, maar dat schuiven we alles even een klein beetje op. Dat kan wel. Het kan wel, maar we schuiven alles even op. Even kijken. Deze. Nee, zo bedoel ik dat niet. Wacht even. Deze. Time schedule. Het complete schedule. Zo, 1 minuutje opschuiven. Zo, nou hebben ze wel zat ruimte voor elkaar. Nou, dan is het wat minder krap, want dit was wel heel erg krap. Oh, deze stopt hier trouwens. Dat zag ik. Deze stopt. Daarom hoor ik dat te doen. Dat klopt inderdaad. Deze zit er nog een beetje te krap achter, volgens mij. Maar dit is wel een... Ja, dit is gewoon een beetje een vervelend dingetje, dit. Moet ik even kijken wat ik dan nog meer een keertje mee kan doen. Ik wil trouwens straks nog even in het... wat stations erbij kopen, eigenlijk.
Nee, dat doe ik eigenlijk niet OSRM. Ik laat hem nooit een dagje lopen. Ik weet dat ik alles geautomatiseerd heb, maar ik wil echt wel gewoon met het spel ja, bezig zijn op het moment dat ik echt meer bezig ben. Snap je wat ik bedoel? Ik zou het een beetje zonde vinden als ik ja, als ik hem zo laat lopen, dan heb je een beetje heel makkelijk een soort van geld cheat. Om maar zo te zeggen. Dus dat doe ik liever niet. Oh, dit is... dat ik dit hier tussen heb kunnen proppen, die IC-jongen. Ik heb oprecht geen idee hoe ik dat zo mooi voor elkaar gekregen heb. Woep. Alright. We komen zo meteen weer in de time window van die twee IC's tegelijkertijd gaan vertrekken. Oh, deze twee ook gewoon vlak langs elkaar, hè. Ik hoorde weer te duur. Moeten we om 17:30 je waarschuwen dat het 17:30 is, net zoals de andere keren dat je door de week streamt? het is al bijna 17:30, though. Maar mijn vriendin die moet dat 18:00 werken, dus ik kan ietsje langer door. Alright, moment of truth. Even kijken of hij nou... of dit nou goed gaat. Nou, hoppakee, vertrekken. Nijmegen. 1 minuutje. Hertogenbosch. 1,5 minuutje. Dan gaan we prima. Als hij maar Spora vrij maakt, vind ik het alles goed. 2:11. Dat is totaal onnodig natuurlijk, hè? Volgende dienstregeling. Eindhoven, adjust, Eindhoven, vroeger, Venlo, vroeger. Krijg je toch weer iets meer geld voor. Zo. Deze kan ik volgens mij helaas niet meer aanpassen, dacht ik. Nee, alleen later. Maar dat wil ik niet. Ik wil hem alleen vroeger laten stoppen eventueel, maar dat gaat dus niet meer. Dus ik denk dat ik deze trein nu nog wel een keer in de weg ga zitten. Denk ik hoor, of het wordt heel krap. Oh nee, kijk. Ik zit hem al niet meer in de weg. Oh, wacht, dan moet ik deze andere absoluut niet aanpassen, by the way. Ik zit hem vooral niet in de weg. Ja, oh wel, het zag er wel heel krap uit met deze. We proberen het gewoon een keertje, want het zag er wel... dat is een beetje weer krapjes en zo, hè? Nou ja. Als we zometeen weer een uurtje vol hebben gehad, dan ga ik, denk ik, hierboven wat perrons kopen. Want ik zou op zich wel weer wat in Enschede willen hebben, eigenlijk. Lijkt me wel leuk. Om te kijken wat je hier allemaal hebt strakjes. Moet ik voor die tijd eerst even alle contracten natuurlijk een beetje ongedaan maken en dat soort dingen. Maar dat zal, komt natuurlijk wel goed. Maar dit is wel het mooie van dat volle automatische wat je kunt doen. Dat is echt full automation. Alles gaat gewoon, doet gewoon lekker zijn ding. Dat is wel mooi. En soms is het heel vlak en krap na elkaar, maar dan toch weer dat het gewoon mooi ertussen gepropt wordt. Ook dit. Ik vind het allemaal heel mooi. Eens even kijken. Volgens mij, we komen alweer in het window van die andere twee. Dus mooi. Deze gaat gewoon direct naar Venlo in en gone. Die gaat naar Eindhoven 4. Njong, direct door. Huppatee, naar 4 met die handel. Maar het lijkt me ook heel interessant om een keer tunnels te zien trouwens. Want dat zou je ook heel veel ellende moeten schelen als het goed is. Nou, nu gaan we weer. Dan gaan we even kijken of we dan de andere treinen nou niet in de weg gaan zitten. Omdat we de trein wat vroeger laten, of wat minder lang laten stoppen in te Eindhoven. Dus ik ben benieuwd. Of er dan iets in de weg gaat zitten. Want mocht dat zo zijn, dan moet ik wel even ervoor zorgen dat het wat later gaat worden.
Dus, minuutje. En gone. Maar ik vind het prima. Oh, yes! Mooi. Mooi, 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 mooi. Hij doet het. Hey, Joran. Dus, wij gaan even wat platforms kopen. Waarom mag ik dit niet kopen? Waarom dit wel? Waarom mag ik Enschede niet kopen? What is this kind of bullshit? Waarom mag ik Enschede niet kopen? En ding is wel... Utrecht. Oh, oké, okay, daarom dus. Makes sense. Increase station limit. We zitten op het limiet. Unlimited, maar dat kost mij iets van 30. Doe mij maar een rode. En nog één. 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 Kijk, daarom is het zo makkelijk om aan die rode dingen te komen, snap je? En nog één. En nog één. En nog één? Hoeveel moesten we ook alweer eigenlijk? 50 om 30. Ah, ik mag nog wel even. Hier! Glip, meneer! Potje aan drie dubbeltjes. We moeten wat meer... flip, meneer. Hebben wij nog wat IC-contracten hier toevallig? Nee. Alleen zo'n retourtje dinges hebben wij hier. Even kijken, wat is dit? Arnhem het oog en bos, wat is dit? Dit is dat retourtje ding. Oké, okay, heb ik wel een ideetje voor deze. Sorry, voor deze. Heb ik wel een ideetje voor. Alles kopen. Ik denk dat ik hem gewoon weer zo laat gaan. Maar dan wel op het moment dat deze twee voorbij zijn. I guess. Dus die hou ik even hier. Ga jij maar even weg. Jij ook. Antwerpen, Hertogenbosch, Venlo. Voor 1000. Kiel, je bent niet goed, joh. Je bent echt niet goed. Maastricht, Roosendaal, Maastricht. Bekijk het lekker. Ja, doei. Ook doei. Oh. Dit is interessant. Alleen kan ik dat nog niet. Heerlen. Dus vanuit hier. Naar Utrecht. En weer terug. Oh, jongens. Die is lastig. Dat is een lastige, die IC, joh. Wel uitdagend, hoor, maar... Arnhem, Hertogenbosch... Nee, heb ik nog niet allemaal geautomatiseerd. Dat is niet handig. Ik zou deze wel eens willen proberen. Arnhem, Hertogenbosch, Arnhem. Maar dan moet ik eerst even wachten totdat deze schafuiten hier weg zijn. Deze IC die gaat als goed is in één keer helemaal door. En deze gaat alleen maar retour. Dus dat is op zich prima. Voor mij moest hij hier gewoon remmen, dacht ik. Ja, deze zit er nog een klein beetje, heel klein beetje in de weg. Even kijken. Ik denk ongeveer tot een uurtje of 6 of zoiets dergelijks. Hoe kan ik dit mooi timen dan? Ik zou meneer Kerken laten gaan, maar ik kan natuurlijk ook nog via Nijmegen laten gaan. Want dan rek ik daar een beetje tijd mee. Deze gaat ook weer terug naar Arnhem in, hè?
Ja, spoor 1 zit sowieso nu helemaal vol. Eens even kijken. Is in wacht totdat deze terug is. Want deze komt vlak achter elkaar namelijk. Ik denk dat het beste is om hem nu via Arnhem te laten lopen, denk ik. En dan moet ik wel wachten totdat deze Jukkel eerst langsheen is. Dan hebben we dat weer. Zo. En dan is het idee om deze via Nijmegen te laten gaan. Maar dan, ja, Nijmegen 2 zou kunnen. Maar dan liefst wel op spoor 1. Dan zou ik hem heel graag op spoor 1 willen hebben namelijk. Even bouwen. Autosignal. Arrival sensor. Auto wel heel lang gelokt, maar goed, dat zei hij maar even zo. Koppel maar hier aan. En dan heeft... Deze hebben ook automatic signals nodig. Wat is jouw probleem? Oh ja, station selecteren. Dan wil ik hem op spoor 1 laten stoppen. En als spoor 1 op zoek is naar Den Bosch, spoor 1. Dat is in ieder geval het idee. Dan kan ik hem volgens mij nu wel binnen laten komen. Stopt hier nog wat op spoor 1 voorlopig niet. En op Nijmegen voorlopig ook niet. Oké. Nou, gewoon een gokwagen dan denk ik, hè. Even kijken. Contract. Hij zoekt dus nu naar Hertogenbosch. Maar ik wil hem eerst naar Nijmegen hebben. Dus ik moet hem even voor nu... handmatig hier naartoe kleren. Zo. Oh, wees alsjeblieft op snel weg. Yes. Dat is mooi op tijd. Hij stopt eerst in Nijmegen en dan moet hij naar hier naartoe. Hij gaat naar Hertogenbosch 2, dat boeit niet. Dan moet hij gaan reversen. Deze kent Nijmegen nog niet. Even kijken, mocht jij op zoek zijn naar station Nijmegen, pak dan spoor 2. Want het liefste wil hij hem natuurlijk terugsturen over... Ja, ik kan hem. Ik kan hem ook gewoon in één keer nu... gewoon bovenlangs doorgooien natuurlijk. Ja, waarom niet eigenlijk? Anders kost het alleen maar weer langer. Dus dat doen we vooral niet. En wij zetten hem vooral dan... hier naartoe. Gewoon direct naar Den Bosch. Maar als het goed is, moet hij dat de volgende keer, pakt hij dat zelf op. Met een brug, ja, bijvoorbeeld. Want hij zoekt nu naar Arnhem. Dus ik denk dat ik hem via dit spoor terug laat gaan. Alhoewel, ik hoop dan niet dat ik die... IC in de weg komt te zitten, maar anders kan ik hem nog last minute aanpassen naar een ander vertrekspoor. Wat is dit? Nijmegen Venlo. Boeit niet. We gaan het daar maar terug. Zo. Die gaat nou die tunnel in. Op spoor 3. En klaar. Nou, mooi. Nou ja, niet helemaal wat ik ervoor gehoopt had, maar
Misschien omdat ik Nijmegen had meegenomen dat hij hem daarom niet pakt, maar vooruit. Het is in ieder geval nog beter dan helemaal niks, in ieder geval. Eenmalige IC's. Ja. Average speed, 38. Leuk. Heb ik nog meer van dat soort contracten? Venlo, Utrecht, Maastricht. Gemiddeld 53. Ja, ik zou een T-dingetje hier kunnen maken om naar Utrecht heen te gaan. Dan, ik kan reclames. Ik heb geen reclame gestart in ieder geval. Het is iets. It's not much, but it's something. Dan deze even upgraden voor snelheid. Speed. Oké. Nou, zullen we de uitdaging gewoon eens aangaan. Kijken of we het voor elkaar krijgen. Het kan alleen maar fout gaan, toch? En het is een eenmalige IC. Arnhem. Ik kan Arnhem, Utrecht, Maastricht doen. Oh, wat vindt hij hier nou niet zo leuk aan? Hè? Oké. Misschien omdat ik... Oh, dit stukje... Dat ik hier een wissel tussen heb gezet, vindt hij niet leuk. Dat is dat. Welke IC betaalt trouwens meer? 16... Sowieso als ik hier 100k zie staan, weet je, dan kunnen we echt gewoon helemaal zeker wel neervallen. Oeh, 19. Venlo, Utrecht, Maastricht. Het is wel een lastige, maar wel te doen. Even kijken. Hoe zit het met Venlo? Is het hier verder rustig nu? Ik zou hem hier... Deze stopt op Nijmegen. Die gaan naar Eindhoven. Ik zou hem hier tussendoor kunnen pleuren. En dan zeggen... mocht jij op zoek zijn naar Utrecht, ga dan via hier. Oh wel... Een beetje een gevaagde. Ik doe al gewoon via Nijmegen 3 gewoon. En als Nijmegen op zoek is naar Utrecht. We staan die met elkaar in verbinding? Ik kan toch hier zo naar boven heen? Toch? Oh, wacht. Nee, ik denk dat ik hem trouwens beter op spoor 10 kan pleuren. Want ik moet namelijk straks weer terug naar Maastricht. Dus ik kan hem beter op sowieso op spoor 10 neerdonden. Zo. Maar. Autosignal kan hier. Departure signal of arrival kan daar. Maar dat kan niet, want ik wil hem liefst.